Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Jordi is net wakker. Die is zijn flesje lekker aan het drinken. En heeft zijn luie volgemaakt. Dus die heb ik mogen verschonen. En ik was aan de ene kant heel blij dat hij dat had gedaan. Maar aan de andere kant dacht ik ook bij mij. Maar, vanochtend hebben we weer fysiotherapie. En... normaal is dat op donderdag, maar ja, in verband met kerst is dat vandaag. En ik ga Jordi zo dadelijk eventjes aankleden. Mezelf aankleden, Liam aankleden. En strakjes krijgen we bezoek van een vriend van ons. Die hebben we al even niet meer gezien, maar wel gesproken. En die komt vandaag weer langs. Die is ook nog niet langs geweest voor Liams geboorte. En er komt de volgende alweer. Dus tijd vliegt. Maar dat is wat er vandaag op de planning staat. Die eet straks ook mee. En dat is wat we vandaag eigenlijk van plan zijn. Verder eigenlijk niet zoveel. Heb je hem op, jongen? Heb je je fles op? Mag mama jouw fles? Dank. Hallo. Ja. Lekker tukkie. Ja. Nou, ik ga eventjes aan de gang hier, zodat we allemaal klaar zijn voor de visio. Visio gehad, fruitje gegeten. Liam is nu lekker in de box aan het spelen, want hij was aan het zeuren. En jij bent lekker een filmpje aan het kijken, hè? Ja. Lekker ding. Woehoe. Hij doet ook echt kusjes geven dan, hoor. Dat is best grappig. Liam, die is hier aan het ravotten. Hij wil die tol van Jordi pakken. Dan gaat hij weer weg. Jordi zit daar. Als ik er nou bij ga staan, dan stopt hij ermee. En dan is het niet meer grappig. Liam ligt nu net in bed. Die zit nog even te zeuren. Jordi krijgt nu zijn flesje, die gaat dadelijk ook naar bedje. En Jordi zit de hele tijd zit hij bij mijn buik zit hij te voelen. En hij wil natuurlijk ook mijn hand, zoals altijd. Heel rustig. Weet je rustig drinken, hè, jongen? En dan gaan we daar weer lachen. En dan gaat hij weer naar bed. Hij is zijn fles al op. Wat zit je te doen? Zit je allemaal scheetjes te laten? Ja? Ja, dat moet je zelf doen. Ga je niet helpen? Ben doen.
Boom. Ben doen. Koek, koek. Hallo. Kindje lekker aan het spelen. Ja. En ik ben ondertussen met eten bezig en alles. Zo dadelijk komt de bezoekie. En dan is papa ook weer bijna thuis, hè? Ja. Dus, dat. Ik ga zo even luisteren schonen van die twee. En dan gaan we weer verder. Oh, dan weten we dat. Oké. Okay. Ja. Oh. En toen? Ja, het is een ramp. Een hele goede morgen. Ik ben vanochtend met de kindjes al naar de winkel geweest. Ik heb al mijn boodschappen voor de kerst binnen. Of in ieder geval voor eerste kerstdag. Tweede kerstdag moet ik nog even kijken of ik nog iets moet hebben. En Jordi is nu aan het spelen en hij heeft gepoept en het zit hem niet zo lekker. Dus ik ga even gauw mijn boodschappen opruimen. En dan ga ik gauw zijn luier doen. En dan ga ik gauw fruit geven. Yay! Gisteren heb ik niet meer gevlogd. En dat had er gewoon mee te maken. Ik had geen puff meer. Ik was moe. Ik had het gehad. Dus ja, dat zal wel een korte vlog worden in dit geval. Maar ja, ik ga even gauw mijn koelkast spullen en alles opruimen. En zorgen dat ik mijn boodschap opgeruimd heb. En dan ben ik kapot. Nu al. De dag moet nog beginnen. Deze grote vent heeft net zijn flesje op. En die gaat zo lekker slapen. Jordi is dan aan de beurt. Die moet ik dadelijk ook nog even naar bed doen. Die is lekker aan het spelen in zijn eigen wereldje. En ondertussen is hij aan het luisteren naar de tablet. Hij is niet eens aan het kijken, hij is gewoon echt aan het spelen. En ja, dan is het alweer middag. Ga ik daar eventjes eten. En straks weer jij wakker, hè? Ben jij straks weer wakker? En dan gaat alles weer verder, hè? Ja. Mwah. Zijn mama houdt van jou. Kijk niet zo ernstig. Een lekker ding, hoor, mama. Je bent een lekker ding. Ja, je bent een lekker ding. Nou, ze waren dus boos op mama, omdat mama in slaap was gevallen. En ik heb ze gehoord op een gegeven moment en het lukte me niet om op te staan. Er was niks aan de hand, het was gewoon dat ze aan het melden waren van hallo, we zijn wakker. Dus ik ben weer even in slaap gevallen. En een kwartiertje later of zo schrok ik dus wakker en toen ja, waren ze dus aan het roepen. Dus toen ben ik naar boven gegaan en Jordi was echt beduidend boos op mij. Zo van, hallo, ik heb geroepen en jij kwam niet. Dus ik heb Jordi eruit gehaald. Luier verschoond, gelijk Ranja gegeven. Toen heb ik Liam eruit gehaald. Ook gelijk zijn drinken en alles gegeven. En het was niet veel later als wat ze normaal wakker zijn hoor. Maar ja, ze waren dus boos op mama. Ze waren echt boos op papa. Liam die keek me ook heel boos aan. Zo van, mama, dat was niet leuk. Dus ja, ze waren niet zo blij met mij. Kan gebeuren een keer. Normaal ben ik altijd wakker enzovoorts. Maar ja, ik ben gewoon heel moe op dit moment. En dat kan gebeuren. Krijg je ervan als je nog een derde krijgt. En ik heb nog niet veel opgeruimd enzovoorts. Maar dat ga ik dadelijk allemaal doen. Ik ga eerst nou eten koken. En dan gaan we ermee aan de gang.
Ik ben gewoon echt moe. Ik denk dat ik ook een weekje stop even met... wel dat ik vlog, de belangrijkere dingen, maar dat ik even pauze ga nemen. Maar daar ben ik nog even over aan nadenken. Goedemorgen. Ja. Papa die heeft net een scheet gelaten, hè jongen? Ja. Nog niet, jongen. Hij ging helemaal... Papa ging helemaal stukje. Maar papa stinkt echt hoor. Die ruikt echt stinken, jongen. Maar hij ging echt zo. Echt jongen, Niels die stinkt. Oh, Niels is echt niet gezond. Niels, je bent echt niet gezond, jij met je gestink. Jij maakt mijn eten. Oh, nou, maar ik weet niet wat jij overdag gegeten hebt. Tering. Ja. Ja, in ieder geval, het is eerste kerstdag. En dan gaat Liam en ik nog knuffelen ook. Ga je nou papa knuffelen bij de stank? Weet je dat zeker? Dat is net Tsjernobyl nu, man. Dat is zo'n no-go zone. Oh, echt. En de hele kamer stinkt erna, hè? Gadverdamme. Jij, kom je redden, jongen. Nou, ik ga even mijn kind redden. Papa en Jordi liggen lekker samen op de bank. Lekker samen kroelen. En net was de grootste lol samen. Liam ligt lekker te spelen. Hij is op weg naar lekker in de box. Maar Jordi is nog niet zo lang wakker, dus hij doet lekker even nog wakker worden met papa. Ook zeldzaam met papa. Maar nu heeft hij een hele week eigenlijk om daar bijna te doen. Een hele week. Ja, maar hij gaat wel nog naar opa en oma. Maar ik ben nog iets langer als een week vrij. Ja, dat is waar. Dat is wel goed te scoren. En ondertussen is papa dag aan het kijken. En ga ik hier aan de gang, want straks krijgen we bezoek van opa en oma. Kindjes hebben al lekker een kerstfruitje gehad. Hé, schatjes? Ja. En papa heeft net croissantjes gemaakt. En die gaan we dadelijk eten. Nom, 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 nom. En we hebben natuurlijk ook voor Jordi en Liam, hè? Papa. Met stukjes ei. Met? Met stukjes ei. Ja. Dat is van Niels heel goed kan. Lief zijn. Nee, ontbijt maken. Nee. Koken doet hij niet, maar ontbijt maken wel. Niels is heel even vuil wegbrengen. Ik ben in slaap gevallen op de bank. En hij heeft voor de kindjes gezorgd. Nou, dat krijg je ervan als je 's nachts niet goed in slaap komt. Maar goed, Liam die is al heel vroeg wakker. Die zit lekker te spelen. Acrobaatje te doen. Ik weet niet wat hij allemaal van plan is. Hij moet zichzelf eerst nog proberen uit te leggen. Wat hem dus ook lukt. En ik ben ondertussen de spulletjes aan het snijden. De groenten. De prei, de paprika, de champignons. De spullen voor de salade vastsnijden. Dan heb ik daar in ieder geval gedaan. Dan hoeft dat straks alleen maar onder elkaar gezet te worden. Dan is het weer toppie. En ja, voor de rest gaan Niels en ik zo lekker. Want ik heb cake gemaakt. Oeh, cake gemaakt. Dat kan ik ook wel even laten zien. Ik zal het even laten zien. Ik heb appelcake gemaakt en die gaan we zo dadelijk even proeven. Liam, wat ben je aan het doen? Hey, stuntpiloot. Ja, en nou? En nou? En nou? Papa gaat jou redden, niet mama? Nee, ik moet zichzelf maar redden. Hij kan zich hier niet uitredden, want zijn beentje zit zo klem als hij zo eruit wil. Hij is er zelf heen gekomen, dus komt hij er zelf. Ja, maar wel met oefenen, papa. Help dat jongens even.
echt niet meer. Ik ga nou eens helpen. Kom je? Papa helpen? Kom. Staan. Nee. Niet zo via de armpjes, Niels. Nee. Hoppakee! Papa, jouw gered! Ja! Snel het poortje dicht, zodat hij vlucht. Hey! Hey! Nou. De struggle van Niels. Joef wil bij baasje en Liam zijn. En Liam die wil ook bij Joef en papa zijn. Maar wel ook ravotten. Jouw voeten kussen. Tuut, tuut. Maar papa, weet je dat Liam vandaag 10 maandjes is? Nee? Ja? Ja, het is vandaag 10 maandjes. Ja. Ben je 10 maanden? En ik ben vandaag 27 weken zwanger. Dus mensen, reken maar uit hoe en wat. Mijn ouders zijn geweest, die zijn nu onderweg naar huis. En was wel gezellig, toch? Ja, we hebben lekker gegeten. Ja. De eerste kerstdag zit er voor ons alweer op. Kindjes liggen lekker op bed. Slapen allebei. En morgen weer een kerstdag. Een hele goede morgen. Tweede kerstdag begint bij ons met... Liam! Yay! Goedemorgen mensen! Ik was wel als eerste wakker. Als Jordi als eerste wakker was geweest, dan had hij hier gelegen, papa. Maar die ligt nou nog te slapen, dus... Ja, dus die heeft weg. Mag Liam even bij papa en mama? Ja, gezellig. Die uitkijken. Ja, ga je er vandoor. Wat is er? Ja, yeah. Oh, ben je lief. De knuffelen, dat doe je uit eigen belang, dat weet ik zeker. Maar wij gaan nog heel even koelen met hem. En dan gaan we weer een flesje doen en opstaan. Hé, papa. Mm-hmm. Het is leuk om papa te zijn met kerst, hè? En als je vrij bent. Ja, vooral als het ochtends vroeg zo om 7:30. Ja. In ieder geval, wij gaan nog even rustig wakker worden. Daar zitten we dan in de auto. Onderweg naar... Oma. En Liam die zit voor het eerst in zijn nieuwe stoel. Of ja, nieuwe stoel. Zijn nieuwe stoel. Jordi heeft er eerst altijd in gezeten. Vind je leuk? Ga je naar buiten kijken, hè? En Jordi die zit zichzelf te vermaken. Dus ja, wij gaan onderweg naar schoonmoeders. Nou, wij zijn weer thuis van schoonmoeders. Kindje ligt te slapen. En wat gaan wij doen, Niels? Leren.
Wij gaan lekker met de deken op de bank liggen. Lekker Netflixen en niks doen. En als ik slaap, slaap ik. Wat doen jullie eigenlijk met kerst? Laat het weten onder in de reacties. Ben ik wel benieuwd naar. Niels. Ja? Wat heb ik gedaan? Slapen. Ik was nog niet wakker geworden toen de kindjes wakker waren. Dus Niels heeft kindjes gedaan. Mag ook wel gebeuren, toch? Ja. De kindjes zitten nou lekker in de box te spelen. En ik ga zo dadelijk met het eten aan de gang. Waar is Liam? Oh, die staat hier. Ja, wat doet hij? Is hij een hooligan? Ben je toch aan het doen, hooligan? En Jordi die wil dan hier op het rupsje ook een keer drukken. En Liam die denkt dan bij zijn eigen hooligans! En samen proost de hand pakken, maar dat wil Roy niet. Ja, dat weet ik me. Echt waar? En toen? Wie is dat? Dat ben jij, hè? Ach ja, hè? Ik ga met eten beginnen voor de kindjes en voor ons natuurlijk. Weet de kliekjes van wat er gisteren over was. Dus zoveel moeite hoef ik er niet voor te doen. Een hele goede middag. Zoals jullie zien, het is 4:15. Wij zijn eigenlijk de hele tijd bezig geweest met de kindjes. En we hebben de kindjes geknuffeld en alles. En die zijn nu met opa en oma mee om daar een paar nachtjes te slapen. Want morgen komt er dus die trap. Die gaat Niels doen. En als het goed is, als ik me niet vergis, wordt om 5:00 wordt onze bank opgehaald. Want dinsdagochtend krijgen we dus een andere bank. En dinsdagochtend komen ook de kindjes weer terug. Maar dan is het allemaal even goed schoonmaken. En ja, dan heb ik gewoon eventjes de ruimte ook om alles te doen. En dan kunnen de kindjes gewoon lekker fris weer in huis lekker spelen. En dan kan ik morgenavond hopelijk bovenverdieping doen. En dan is alles als het goed is weer een heel eind fris. Daar liggen we dan. Uitrusten voor morgen. Kindjes liggen bij opa en oma al heel goed te slapen. Ja. Dus dat is allemaal heel goed gegaan. En we gaan zo slapen. En ook deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.